En dan de nacht in. Die bizar koude nacht. Nou ja, bizar koude nacht, kom op. Wat is dan min 6? Wat is dan min 6 als je buiten slaapt? Dus, hè? Goldfishing is sponsored by Logic Bites. Ik dacht, waarom zou ik mijn seizoen niet beginnen op de eerste dag van het nieuwe jaar? Nou ja, dat doen we dan ook. 2010, 1 januari. Het is, even kijken, 10 minuten over 3. En ik zit lekker te vissen. Noorderplassen. IJs en ijskoud. Maar ja, maakt niet uit. Diehards, daar gaat het om. Doorgaan. Vissen. Weet je wel? Het is de ultieme warmhouder, schippertje. En vissen in de koude periode, laat maar zeggen. Nee, eigenlijk helemaal. Ik heb helemaal niks met de koude periode te maken. Het is gewoon lekker spul. Dus vissen, schippersbittertje. Lekker. Oh. Met dank aan Rambam voor de goede uitvinding destijds. Dat is jouw pik. De dag van het nieuwe jaar. En dan getrakteerd worden op zo'n mooie zonsondergang. Perfect. Echt waar. Het verzacht de pijn toch even goed nog een beetje van het niet winnen van de staatsloterij. Beautiful. Nou, zometeen de eerste twilight zone in voor het nieuwe jaar. De schemer zet nu goed door. Net was het nog een mooie zonsondergang, maar al heel snel eigenlijk zie je dus nu al dat het donker begint te worden. En daarbij wordt het ook meteen een stukje kouder. Maar goed, ik ben goed voorbereid. Ik zit er lekker bij het korrivie. Het fikt goed, brandt lekker. Helemaal goed, niks mis mij. Lekker aanlaten. Zal ik daar maar even een soepie maken of zo? Even wat eten. Even een beetje energie naar binnen tikken. Dus. En dan de nacht in. Takkenherrie. Dat is leuk hoor, zo in de natuur zitten. En dan getrakteerd worden, weet je wel, op een soort van ganzenconcert. Wat een tumult. Wat een consternatie op het water. Echt niet normaal. Maar goed, ik hoop dat het vannacht een beetje stil blijft hier. Want anders kan ik er niet van slapen van die herrie. Ja, of ik moet die hele fles schippen bitter naar binnen tikken. Dan lukt het me wel, dan slaap ik er wel doorheen, denk ik, man. Wat een grafherrie. Hoor eens even. Jezus. Ja, ik wist dat het koud zou worden. Dus ik heb me goed voorbereid erop. Ik heb het eigenlijk vannacht niet koud gehad. Het was al koud, maar ik had het niet koud. Het enige waar ik geen rekening mee had gehouden, eigenlijk is het feit dat tijdens dat het heel erg koud wordt, het wel eens zou kunnen gaan vriezen. Of vriezen, dat iets wel eens zou kunnen bevriezen. En gisteravond werd ik wakker eigenlijk.
En toen dacht ik dat ik een slomme run had. Dus ik naar de hengel toe. Er gebeurde niks, zet niks op. Ik haal de hengel binnen. En op de tweede hengel hoor ik geluid. Ik zie de waker als een gek omhoog gaan. Nou, ik denk, pak hem op, sla hem. En ook niks. Ik denk, gek, vreemd. En toen de derde hengel van zich liet horen, had ik zoiets van... Die klopt dus niet. En toen realiseerde ik me ineens dat het plas aan het bevriezen was. Dicht aan het vriezen was. Dus ik heb de hengels maar binnengehaald. Want er is niet tegen te vissen. Want de hele tyfuszaai is bevroren. Het ligt helemaal dicht hier. Dat is fucking niet normaal. Het ligt helemaal dicht. Dus hier begin je niks tegen. Hier doe je niks aan behalve inpakken en wegwijzen. Dus dat is het dan ook wat ik ga doen. Ik ga inpakken, want ik had eigenlijk nog een beetje de stille hoop afgelopen nacht dat als de wind wat zou harder gaan waaien, dat het dunne laagje ijs dat op het water lag, dan eventueel kapot zou waaien. En dan had ik gewoon hardcore door kunnen vissen. Maar ja, gewoon opruimen. Dat is mooi geweest. Eerste keer vissen voor 2010. Niet eens een blank omdat je niks ving. Nee, een plank omdat je niks kunt vangen, omdat alles dichtgevroren ligt. Shit.